Sommige mensen vinden het werken met formules waarin letters gebruikt worden, werken met formules speciaal voor die mensen nog een keer een uitwerking. Op de basisschool heb je waarschijnlijk wel eens een vleksom gehad. Bijvoorbeeld 3 plus vlek is 7. Dan is het niet moeilijk om erachter te komen dat er onder de vlek het getal 4 moet komen te staan. Eigenlijk is het werken met een formule hetzelfde als met een vleksom met 2 vlekken. Als ik de som 7 min vlek is vlek krijg, dan is dat natuurlijk niet uit te rekenen. Vervolgens kan ik je wel natuurlijk niet uit te rekenen. De plek van de ene vlek 2 neerzet, wat komt er dan onder de andere vlek te staan? Maar ja, dat maakt het natuurlijk niet heel veel duidelijker. In de wiskunde gebruiken we in plaats van vlekken dus letters. En dat noemen we geen vleksom meer, maar een formule. We kunnen dan de formule 7 min g is u opstellen. Nu kan ik zeggen, als ik op de plek van het letter g het getal 2 invul, welk getal komt er dan op de plek van de letter u uit? Nu weet je precies waar het getal 2 moet komen te staan en wat je nog uit moet rekenen. Neem de formule k is 3a plus 8. Hierbij weten we dat 3a eigenlijk 3 keer a betekent, maar dat we het keerteken niet opschrijven. Je kan nu een opdracht krijgen als bereken k als a is 5 of bereken de uitkomst van k als a is 5. In allebei de gevallen wordt er eigenlijk bedoeld, bereken het getal wat er op de plek van de k komt te staan als je op de plek van de letter a het getal 5 invult. In dit geval wordt het dan dus 3 keer 5 plus 8, dat is 15 plus 8, dat is samen 23. Het is heel belangrijk hoe je je antwoord opschrijft. In ons voorbeeld hebben we 5 ingevuld en krijgen we 23 als antwoord. Je schrijft zeker op hoe je aan dat antwoord komt. Dat is je berekening. Dan nog je conclusie. Die kan zijn, als a is gelijk aan 5, dan k is gelijk aan 23. En wat als a 9 is? Nou, dan schrijven we op, k is gelijk aan 3 keer 9 plus 8, is gelijk aan 27 plus 8, is gelijk aan 35. Dus als a gelijk is aan 9, dan is k gelijk aan 35. Denk dus aan de juiste manier van opschrijven, anders kan het fout gerekend worden. Bedankt voor het kijken. Abonneer je op WisWereld voor nog veel meer wiskundevideo's. Graag tot de volgende keer.